2005 stak toen nog offroad merk KTM een hele dikke middelvinger op naar alle andere motormerken. En die middelvinger die heette KTM Super Duke. Ondertussen zijn we jaren verder. KTM is gewoon een zeer groot straatmerk geworden. Verkoopt 113.000 motorfietsen in een jaar. En dit is de vierde editie van de KTM Super Duke. Niet meer een softe motor zoals misschien sommige mensen dachten dat het merk zou gaan maken. Want ja, ze moeten ook een beetje mainstream worden. Nee hoor, gewoon weer vol erin. Dikke klap erop. En wederom dus een hele dikke middelvinger. Wat ze als eerste gedaan hebben is er een enorm blok in pompen. 1300 cc, dat is 1,3 liter. Komt dan ook 180 pk en 144 Nm uit. Maar ja, wat kan je op twee wielen met zo ontzettend veel vermogen en zo ontzettend veel koppel? Eigenlijk alleen wat als er elektronica op zit. En dat zit er dan ook zat op, ABS natuurlijk, maar ook vooral een traction control systeem. En eentje die waanzinnig goed werkt. Opvallende zaken zijn natuurlijk het traction control systeem van Bosch en de enkelzijdige swingarm aan de achterkant. Echt super mooi om te zien. De afwerking van de motorfiets is ook helemaal voor elkaar. Op één ding na, die uitlaat die ziet er echt gewoon niet uit. Die past ook helemaal niet bij die motor. Maar ja, je kan er ook een krapenfiets op zetten, krijg je er ook nog even 12 pk bij. En dat had je echt nodig, hè? 12 pk nog bovenop. We hebben hier in de omgeving flink doorgereden, echt serieus, met een supermotorkampioen voorop aan een groep. Nou echt, laten we zeggen dat alles dubbel of driedubbel de toegestaande snelheid was. Blijkbaar vindt KTM dat dat de manier is om deze motor te presenteren en daar hebben ze ook wel een beetje gelijk in. Merk je dat die inderdaad door die elektronica super goed te beheersen is. Traction control werkt echt bij dit apparaat en dat merk je vooral op die hele kleine bergweggetjes. Waar we overheen gestuurd werden met heel slecht wegdek, heel glad, heel onregelmatig. En op een gegeven moment moet je er maar op vertrouwen. Dan merk je wel dat de voorkant niet het sterkste punt is qua stabiliteit. Daar gebeuren wel eens dingetjes, maar misschien is dat op te lossen met andere bandenspanning of andere veringssetting. De achterkant is echt geniaal. Zijn we ook hier op het circuit geweest, Ascari. En hebben we ook met de Super Duke gewoon gereden, noem het maar gewoon, die 1290. Maar ook met de raceversie ervan. En dan merk je dat de gewone versie eigenlijk, ja, het kan wel, maar ja, waarom zou je het willen? Omdat die raceversie er is. Die heeft ook veel meer bodemspeling en dat kom je snel op de standaardversie een beetje tekort. Nou denk je natuurlijk, dit is echt een beest. En dat klopt ook. Dit is ook echt een beest. Maar door die elektronica doen die 180 pk en 144 Nm eigenlijk alles wat je wil. Hij eet gewoon uit je hand. Dan kan je je gaan afvragen, heb je dat soort cijfers dan nog nodig? Want gebruik je dat dan ook? Wordt dat niet afgeroomd door de elektronica? Nou, dat klopt. Dus eigenlijk heb je het niet nodig. Maar ja, waarom zou je het niet willen? 180 pk en 144 Nm. Vooral omdat je, en dat gaat wel heel onhandig, in het menu de traction control en de ABS uit kan zetten. Daar zouden ze wat anders op moeten verzinnen. Gewoon een knop, klik, klaar. Maar ja, als je die eenmaal eraf hebt, dan is het echt wel de hooligan fiets die ze beloofden. En wat dat betreft hebben ze alles waargemaakt. Stoppies, burn-outs, wheelies. Alles kan gewoon met deze motorfiets. En dan is de rijder al snel de beperkende factor. Want hoe goed kan je wheelien? Hoe goed kan je staande burn-outs maken? Hoe goed kan je al die grappenmakerij uithalen? Ja, ik niet zo heel goed, maar sommige gasten die hier waren wel waanzinnig goed. Ja, en dat is dus iets waar je naar zou kunnen kijken. Heb ik dit nodig? En als ik het niet nodig heb, wil ik het toch. Genoeg redenen om te kopen wat mij betreft.